Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanochtend hadden we nog een tamelijk grijs weerbeeld. Met ook van tijd tot tijd nog wat regen of mondregen. De neerslag is wat meer overgegaan in buien. Die buien concentreren zich op dit moment vooral nog op het noorden en noordoosten van het land. En ze zullen de komende uren ook geleidelijk aan het land gaan verlaten. Vanuit het zuiden breiden opklaringen zich verder uit. En de zon kan nog even flink schijnen. En dat alles bij 12 tot 16 graden. Het weer voor komende nacht en morgen dat komt uit Frankrijk. Dat is die wolkenpluk die hier in het uiterste zuiden van het beeld te zien is. En als we dan naar de modelberekeningen kijken... dan kunnen we ook zien dat die neerslag boven Frankrijk ontstaat... en dan in de loop van de nacht en morgen overdag... vooral over de oostelijke helft van Nederland trekt. Let vooral ook op de stevige buien in het oosten van Spanje en het zuiden van Frankrijk. Daar vallen echt stevige buien met veel regen... En ook kan het gaan sneeuwen in de westelijke Alpen later op de dag. Terug naar het weer in eigen land: nog steeds dus een aantal buien in het uiterste noorden van het land. Die gaan geleidelijk aan wegtrekken en zoals gezegd blijft het dan een tijdje vrijwel droog, met ook flinke zonnige perioden. Ook vanavond is het nog wisselend bewolkt. In het zuiden neemt later op de avond de bewolking al wel weer toe vanuit het zuiden, maar blijft waarschijnlijk nog wel tot de middernacht droog. De temperatuur ligt zo halverwege de avond rond de graad of 14. Komende nacht liggen de minima tussen de 8 en 10 graden. Verder lijkt het dan geheel bewolkt en gaat er opnieuw weer wat regen of motregen vallen. Met de nadruk, zoals gezegd, vooral op de oostelijke helft van het land. Maar ook in het westen blijft het niet geheel droog. De waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Die wind die zal morgen in de loop van de dag gaan draaien van zuid naar west en wordt dan overwegend matig kracht 3 of 4. Verder zeker in de ochtend op de meeste plaatsen nog wel bewolkt en ook nog wat regen of motregen. In de middag denk ik dat in het westen het overwegend droog wordt en breekt er daar ook af en toe de zon door. In het oosten houdt bewolking de overhand en ook dan kan er nog steeds een klein beetje regen of motregen vallen, vooral langs de oostgrens. Het wordt 13 tot lokaal 16 graden. Dan de andere dagen daarna het blijft het voorlopig nog vrij wisselvallig. vooral woensdag en donderdag staat er ook nog eens een stevige zuidwestenwind. Aan zee kan die krachtig worden en op woensdag misschien zelfs nog even hard, windkracht 6 of 7. De middagtemperatuur moet geleidelijk aan nog wat inleveren. Op woensdag wordt het nog een graad of 13, donderdag slechts 10 graden. En verder ja, het weerbeeld is wisselvallig. Op woensdag beginnen we met vrij veel zon, maar in de middag wordt het bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. Op donderdag en vrijdag vallen er een aantal buien, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we die dip in de temperatuur op donderdag en vrijdag. Daarna krabbelt het kwik geleidelijk aan weer wat op. En begin volgende week zitten we zo rond de 15 graden overdag en 6 of 7 graden in de nachten. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.